Ik denk dat wij veel meer seks hebben dan 50 tinten grijs. Zoals je kunt zien, het is pauze en dat is een mooie gelegenheid om te vertellen wat we hier aan het doen zijn in de Euroscope in Tilburg. Namelijk, we zijn bij de première van Rendezvous. En het is niet zomaar een avond, niet alleen die premièreavond, maar het is ook Ladies Night. En dat als man zijnde, dat belooft wat. Hebben we het nou mooier gemaakt dan het was? Ja, een beetje misschien. Het is even doorzetten voor iedereen. Een Rendezvous is een spannende, zwoele zomerfilm. Het is psychologisch drama, thriller, erotisch, van alles wat. Dit is nou wat ze bedoelen met al God in Frankrijk. Je zult er geen spijt van krijgen. Als het huis straks af is, dan komt alles goed. Ça va aller? Kijk uit! Wat is hier gebeurd? Weet je nog Frankrijk onthaasten? Jezus, mama, waar ben je aan begonnen? Tu penses tout le temps à ta maison, tu penses pas à toi. Mais what about you? Ik denk iemand die het boek gelezen heeft, die gaat heel veel daarin herkennen. Want er zitten dezelfde personages in, dezelfde locatie. Eigenlijk is het ook min of meer hetzelfde verhaal. Alleen voor een film moet je soms dingen gewoon anders doen dan een boek. Omdat in een boek kan je een hoofdpersoon de hele tijd laten denken hardop. En dat doe je in een film niet. Dus we hebben ook een aantal dingen weggelaten, een aantal dingen een beetje veranderd. Maar ik denk dat de fans van het boek nog steeds wel het boek gaan herkennen. Ik ben niet blind, man. En Erik denk ik ook niet. Wat ik grappig is om te vertellen over de vergelijking tussen het boek en de film. Is dat bijvoorbeeld de rol van Erik was in het boek veel kleiner. Is in de film is hij groter dan het boek. Ik vind het echt ook wel groter. Dankjewel. Okay. Erik is in het boek ook kleiner dan Mark in de film. Het zou toch jammer zijn als je nu op de rem ging staan. Peter werkt voor jullie. Zorg dat je ze een beetje op afstand houdt. Ik zou van jou eens wat meer steun kunnen gebruiken. Maar jij bent er niet. Formidable. What kind of games are you playing with me? Formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. C'est magnifique. Ja, ik ben er wel klaar voor om nog meer films te doen. En ik kan je zeggen, hij gaat ook meer films doen. Ja, nee, maar hij is gewoon echt een filmsterren-material. Hij heeft gewoon een goed hoofd en kan heel mooi spelen. Vrouwen vinden hem aantrekkelijk. Hij is lief. Niet alleen vrouwen hoor, Antoinette. Nee, mannen vinden hem ook aantrekkelijk. Ja, dat is leuk. En kut, jawel. De volgende Ladies Night is 1 juli. Dat is met Magic Mike XXL. Dus bij de dames die zitten erop te wachten. Dus die gaat stormlopen, denk ik. Heren zijn niet welkom. Heren zijn niet welkom. Nee. Ja, dan ga ik naar huis. Nou, klaar. Hier, neem jij me over?